Het Stedelijk Museum Schiedam is genomineerd voor de grootste culturele publieksprijs van Nederland, de Bank Giro Loterij Museumprijs 2019. De jury noemt de aanpak van het museum vernieuwend. Het roept een glimlach op bij bezoekers, zo stelt de jury. De onderscheiding bestaat uit een geldbedrag van 100.000 euro en daarmee kan het museum een grote droom uitvoeren. Het publiek bepaalt wie er wint en maakt door te stemmen kans om een reis naar New York te winnen. De Bank Giro Loterij Museumprijs is de grootste publieksprijs van Nederland. Vorig jaar stemde een recordaantal van 113.570 mensen op hun favoriete museum. Ieder jaar staat een andere categorie centraal. Vorig jaar won het Maritiem Museum Rotterdam. Behalve het Stedelijk Museum Schiedam zijn het Museum Rotterdam en het Van Abbe Museum in Eindhoven genomineerd. Tot en met 8 mei is het woord aan het publiek. Stemmen kan via www.museumprijs.nl. Op 17 mei wordt bekend welk museum de meeste stemmen heeft en zich het publieksvriendelijkste museum van Nederland mag noemen. Als het Stedelijk Museum Schiedam het geldbedrag zou winnen, is het plan om het plein voor het museum net zo gastvrij te maken als het museum zelf. Ondertussen wordt er druk campagne gevoerd en kunnen de bezoekers van het Stedelijk Museum op de foto met een oproep om te stemmen.